Wat doe jij op de première van de film van Nachtwacht? Ik speel Aurel, de zus van Kelin. En wat voor rol is dat precies? Ik ben eigenlijk de raadgeefster van de elfenkoningin. Dus gespeeld door Maaike Kafmeijer. En ja, wij bewaken het Elfenrijk. Hoe was jouw filmdebuut? Heel leuk. Het was een heel leuke ploeg. Die zijn natuurlijk super geroutineerd. Omdat die al heel veel... Allee, die hebben al een film gemaakt en ook veel seizoenen van Nachtwacht. Dus je valt er wel echt zo in. Maar het was een heel fijn bad om in te vallen. Dat was heel leuk. Is dit voor herhaling vatbaar? Zeker, tuurlijk. Toch niet liever achter de schermen? Maar ik vind de combinatie gewoon leuk van de twee. Het een versterkt het ander, waardoor dat je wel direct op je gemak zit, opzet, nooit ongemakkelijk. En ik vind het gewoon heel fijn als ik de twee kan blijven combineren. Wat kan je kwijt over jouw personage? Omschrijf het eens een keer. Heb je een brave rol, een beetje ondeugende rol? Ik ben heel koninklijk, omdat ik natuurlijk de raadgeefster ben van de elfenkoningin. Dus ik moet mij wel gedragen. Maar er is natuurlijk een familiegeschiedenis die eraan vooraf gegaan is, waardoor ik mijn best moet doen om mij van mijn mooiste kant te laten zien.